Ik vraag je. En dan ben je weer. Denk ook. Ze hebben er maandenlang op moeten wachten, maar over een paar uur is het eindelijk zover. Dan gaat de film Yippie No More in première. Met acteurs Wesley van Klink en Lotte Jonker in de hoofdrol. Ik speel Joe. En ik speel Yippie. En ik speel het zusje van Yippie. In de film en in het echt eigenlijk ook zijn Joe en Yippie hele goede maatjes. En ja, zijn ze eigenlijk heel lief voor elkaar. Altijd. Laat eens even naar je kijken. Ja. Heb je een spierballen? In de film komt een familie samen om zich voor te bereiden op de bruiloft van de oudere zus van Joe. Het verhaal gaat over liefde en hoe iedereen dat op zijn eigen manier beleeft. Yippie No More komt pas over een paar maanden in alle bioscopen. Maar op het Cinekit Festival is hij nu al te zien met een feestelijke première. Spannend. Ik ben hartstikke trots op dat iedereen mee gaat kijken. Vooral mijn familie. Het is de allerbelangrijkste. Ontdek een wereld vol avontuur. Cinekit is het grootste jeugdfilmfestival ter wereld en wordt dit jaar voor de 37e keer gehouden. Bioscopen door heel het land laten dan de nieuwste Nederlandse en buitenlandse jeugdfilms zien. Zo kun je bijvoorbeeld naar Planet B, Deep Sea en dus ook Yippie No More. En bij een première hoort natuurlijk een rode loper en fotografen langs de kant. Voor Lotte en Wesley is het de eerste keer en dus oefenen ze van tevoren even. Wacht maar, dat iedereen een handtekening van me krijgt. Oud! Omdat het al een tijd geleden is dat de film is opgenomen, hebben de acteurs elkaar ook al lang niet gezien. It's a big day, man. Zoals de man die in de film de opa speelt. Hoi. Kleindochter, de hele handel. Ja, Peter, doe die deur open. Nu. Als ik een scène heb met hem, moeten we spelen alsof dat hij boos is. Maar in het echt niet. Je doet nu die deur open of ik doe hem open. Ja. Dat vind ik een beetje spannend om dat te spelen. Kan hij goed boos spelen? Ja. Oh, dan is het net echt. Ja, dan voel ik het ook een beetje in mijn buik. Pap, dat ga je niet zo communiceren. Ja, hij moet luisteren. Kan me niet schelen. Ja, Peter! Een van de favoriete scènes van Wesley en Lotte is dat Yippie moet optreden. Het optreden van Yippie vind ik nog steeds leuk. Dat de anderen mee gaan dansen, bijvoorbeeld. Daar ben ik heel erg blij om. Ja, want dansen, daar houden de echte Wesley en zijn rol Yippie allebei van.